Kareel! Presenteer je weer! Ja, zo heb ik hem natuurlijk niet. De vraag is, heb Stieg hem? We hebben hem! Huh? Ja. We hebben hem! Ging onbeschrijfelijk. Wat gaat er nog heen? Van alles. Ja, echt super gaaf. 7 en win, de OLS. Ja! Wij denken van nu aan als het gaat over de schutterij. Maar wie verandert de schutterij met militaire en verdedigende taken naar een club vol traditie en volkscultuur? Dat is wat verder genoeg liggen in deze video. Schutterijen ontstaan in het begin van de 14e eeuw. Limburg als provincie bestond toen nog niet. We waren een lappendeken aan graafschappen, hertogdommen en andere staatsvormen. En daarom is in het ontstaan van onze schutterijen nauwelijks eenheid te brengen. Zeker is wel dat er in Maastricht in 1374 al een schutterij bestaat. En een perkamenten Venlose schepenakte uit 1388 bewijst dat een broederschap binnen de stadsmuren een eigen kapelletje onderhoudt. Helder, de schutterij is verbonden met de katholieke kerk. Veel schutterijen moeten ontstaan zijn uit religieuze broederschappen verbonden aan een kerk. De schuttersnaam is vaak die van een heilige, waarbij Sint Sebastianus, Sint Martinus en Sint Antonius in Limburg de kroon spannen. In eerste instantie is de schutterij een club van gewone burgers, zoals jij en ik, om de stad of het dorp te beschermen. Graag of niet, ze moeten ons dus verdedigen bij een aanval van bijvoorbeeld een roversbende of vreemde legers. Als er intern onrust is, brand of het bezoek van een belangrijke man, hallo, dan is het de schutterij die de orde moet handhaven. En als je het zo bekijkt, is de schutterij van die tijd eigenlijk de politie, brandweer en het leger tegelijk. De schutterij hoort bij het dorp of de stad waarin je woont. En er wordt eigenlijk verwacht dat je daar gewoon onderdeel van bent. En je moet de uitrusting kunnen betalen, dus een wapen en kleding met een status zoals een hoed met een pluim of een zijden sjerp. Ha! Mensen die vanwege hun geloof geen wapens mogen dragen, ja, hoeven in de 16e, 17e en in de 18e eeuw niet mee te doen. Nee! Maar ze moeten wel contributie betalen. Maar hoe gaat dat dan, die stad bewaken? Nou, in de grote steden is er een torenblazer die wachtloopt in een hoog gebouw, meestal een kerktoren. En die moet dan bij brand of gevaar de andere leden van de schutterij waarschuwen door in de richting van het gevaar te spelen. De overige schutters zitten ergens in een wachthuis bij elkaar, een beetje te kaarten, en worden op deze manier opgetrommeld. De schutters volgen de wapenontwikkelingen op de voet. Als buskruid wordt uitgevonden bijvoorbeeld, ontstaan de geweerschutterijen die haakbussen of andere geweren gebruiken. Wat ik heen nou met... Ja, Jupsen. De grotere steden hebben vaak stadswallen waarop kanonnen staan opgesteld. Op het Limburgse platteland kennen ze die luxe niet en dus vallen vijandige legers of krijgsbendes gewoon binnen. Maar het lidmaatschap van een gilde of schutterij heeft veel voordelen op dat platteland, want het is een soort van levensverzekering. Maar die heeft wel clubregels. Niet vechten bijvoorbeeld, niet te veel drinken, niet vloeken, geen losse handjes thuis. En ga je toch te ver? Jammer dan, want dan word je gestraft. Au. En het kan zelfs zo zijn dat je de schutterij moet verlaten en dat zetten weinig schutters op het spel. Want een heel dorp weet dan dat je over de schreef bent gegaan. Sociale controle dus. 6.0. En als je komt te overlijden, wordt er een kerkelijke begrafenis voor je geregeld en ook betaald. En bovendien wordt er gezorgd voor je nabestaan. Als het even kan, laat de schutterij zich op een schilderij vereeuwigen. En ze moeten er allemaal zo chic mogelijk uitzien natuurlijk. En dan vooral de heren die net een stuivertje meer in het zakje deden om het schilderij te laten maken. Het meest beroemde schuttersschilderij is de Nachtwacht. Daar zitten zoveel details in van de Amsterdamse schutterij. Ja, kijk zelf maar even naar deze man. Degene die het vaandel moest dragen was altijd een vrijgezel en dat had een reden. Hij moet, als het op vechten aankomt, zonder wapen voorop in de strijd en heeft dus grotere kans op die ene fatale kogel. Shut the pee. Nu kennen we de schutterij
als dit. Maar waar is dit veranderd? Hoe en wanneer veranderde de schutterij met die serieuze militaire taak in een traditionele volkscultuur waar een hele community zijn ontstaan? Voor het antwoord op die vraag heb ik een hulplijn, namelijk mijn collega Tom Doesborg. Hij weet alles over de schutterijen. Ja, dat klopt, alles, inderdaad. Nou, heel simpel, ze verloren hun militaire taken. Pak nou de periode van Napoleon Bonaparte rond 1800. Die maakte gewoon geen gebruik meer van burgerschutters, maar die voerde het beroepsleger in. Zijn compagnieën bestonden uit honderden jonge mannen die allemaal natuurlijk richting de oorlog stuurden. Vaak waren burgers ook eigenlijk helemaal niet blij met die schuttersdienst en probeerden daarvan af te komen. Op een gegeven moment kreeg je dan de invoering van de dienstplicht rond 1900 en toen werden de schutterijen officieel in ons land van hun militaire taak ontheven. Veel schutterijen gingen in rusten of ze kwamen nog jaarlijks bij elkaar op de zogenoemde landjuwelen. En dat waren samenkomsten die eigenlijk populair bleven, want er kwam veel publiek op af, dus er kon een vereniging ook aan verdienen. Er werd gedanst, er werd gegeten en vergeet niet, er werd gedronken. En een van die feesten die krijgt in onze provincie de bijnaam de Nauwe Limburger. En de schutters die gingen strijden voor de Nauwe Limburger te winnen, kregen het echt niet gemakkelijk. Het huidige OLS, het Oud-Limburg Schuttersfeest. De toenmalige burgemeester, Theodor Verheggen, had in 1906 een speciale reden om het treffen der schutterijen en gildes uit Belgisch en Nederlands Limburg het Oud-Limburg Schuttersfeest te noemen. Die goede oude tijd. Die goede oude tijd toen de normen en waarden nog zo herkenbaar waren. Voor ons als katholieken, voor ons als landbouwers, etc. Wij moeten die oude waarden in ere herstellen. Het eerste OLS moet in 1876 in het Belgisch-Limburgse Kessenich zijn gehouden. Maar die naam OLS die wordt eigenlijk pas formeel in 1906 gebruikt. Dat samenkomen, het meedoen aan wedstrijden, dat sociale, drinken van een goeie pot beer, kijk, daar gaat het tegenwoordig om. En dan zie je dus dat binnen enkele eeuwen die militaire religieuze mannenclubjes veranderen in folkloreverenigingen voor de hele familie. Ja, en als we dan toch met de geschiedenis bezig zijn, dan mogen we het ook even hebben over de rol van de vrouw. Na de Tweede Wereldoorlog begint die discussie, maar de mogelijkheden groeien tergend langzaam. Maar dat is nooit een emancipatoire gedachte geweest. Maar goed, op dat moment in 86 werd er gebrek aan kwaliteit bij de mannen. Als vrouw mag je dan bijvoorbeeld muziek maken in het trommelkorps of majorette zijn. En misschien heb je dit woord ook wel eens gehoord. Een marketenster. Dat zijn deze. Een marketenster is te herkennen aan het mandje. Ja, dat kan korter. Mand. Mand. Daar zit stokbrood, kaas en servelaatworst in. En een beetje sterke drank, een mets, een servet en een gleesje om alles netjes op te delen. Maar onder de buks, dat mogen vrouwen pas sinds begin 21ste eeuw. De vrouw moet er normaal ook de kerk trekken, waarom hier niet? Moeilijk, want in de oude clubregels staat dat vrouwen geen lid kunnen worden van een schutterij. Als protest wordt bijvoorbeeld de dames-OLS georganiseerd. En in 2001 wordt de knoop definitief doorgehakt. Iedere schutterij of gilde bepaalt vanaf dan zelf of vrouwen mogen meeschieten. Dat betekent dus gelijke behandeling, ook in het schutterswezen. En daarom zouden wij met de huidige reglementen bij een procedure voor de rechter, zouden wij het verliezen. Poepoe, het had even geduurd, maar dan heb je ook gelijkwaardigheid. Of nee, toch niet? De schutterijen zijn namelijk nog niet zo ver dat je als koning een koning naast je hebt. Ja, zo dus. Of als koningin een koningin. Dus, stel, je bent een man, je valt op mannen en je schiet de vogel af. Dan vraag je je nichtje, buurvrouw, dochter of een vrouwelijk lid uit de schutterij om het hele seizoen naast je te lopen als koningin. En dan durf ik niet eens te beginnen over een non-binaire benadering voor een koning of koningin. Iets heel anders. Optochten en wedstrijden. Ook zeer belangrijk. Je kunt bijvoorbeeld een prijs winnen voor het beste défilé. Daarbij wordt het koningspaar van de schutterij waar je te gast bent op militaire wijze gegroet. En ook is er een prijs voor beste vaandeldrager. La, 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 ben ik wel, niet kapot te krijgen. La, 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 la. Hij is er niet gedacht, hè? Niet kapot te krijgen, inderdaad. En dan in de wei, bij het welbekende OLS, het Oud-Limburg Schuttersfeest, heb je ook nog schoonheidswedstrijden.
voor Vendelen, muziekkorpsen, mooiste keizer in gildekleding, beste bieleman voor de beste marketensters. Hoe dan ook, de leden van de schutterijen hebben blijkbaar de grootste lol in het houden van al die wedstrijden, want de lijst is eindeloos. Ook met exercitieoefeningen kun je flink punten scoren. Het oude exercitie bijvoorbeeld, daar word je beoordeeld op het zo snel en correct mogelijk uitvoeren van militaire handelingen. Met bijpassende kleding, namelijk een overall. Aha, daar is de link met het militaire verleden van de schutterij. Dan heb je ook nog nieuwe exercitie. Daar hebben ze een uniform aan en moeten de schutters vooral netjes gelijk lopen en luisteren naar de commandant. Maar dan, ergens op de schutterswei wacht de lange rij met hoge schietbomen met harken vol bulkes op de stoere schutters. Maar waarom schieten ze eigenlijk op die bulkes? Tom? Om te beginnen, het zijn helemaal geen bulkes. Althans, ze zijn niet rond. Vroeger waren het van die proppen, daar komt de naam misschien vandaan. Dat zijn nu gewoon vierkante, zwart geverfde blokjes in verschillende maten. Grootste is volgens mij 1 bij 1 centimeter. En als de wedstrijd te lang duurt, dan worden die blokjes kleiner. Die zitten weer op staafjes geprikt en die zijn horizontaal aan een lat gebonden. En die latten maken onderdeel uit van de schuttersherk. Die zwarte blokjes, laten we toch maar bulkjes noemen. Dat zijn nou de prijspunten, als we het toch over kermis hebben, die je moet raken. Mis is mis. Hij is zo heel slecht. En dan is het meestal in de wedstrijd voor de schutterij voorbij. Op het moment van cheaten til ik hem ietsjes op. Van achter weer dus. En dan weet ze tot het ronde doorgeet. Of Limburg een echte schuttersprovincie is? Hell yes, geen twijfel over mogelijk. Toch komen er niet meer verenigingen bij. Het wordt eerder steeds moeilijker om leden te werven. Toch, Tom? In mijn hoogste geweer? Ja en nee. In Toren zijn bijvoorbeeld de twee schutterijen van het Witte Stadje gefuseerd. En een zuster had één van de twee schutterijen te weinig leden. En zijn die overgestapt naar die andere schutterij. Om toch nog een schutterij in het dorp te hebben. En op sommige plaatsen, ja, er is gewoon een tekort aan leden. En dan gaan die verenigingen in rusten. Voor de schutterijen die meedoen aan het OLS is het winnen van de trofee, de NUM, het uiteindelijke doel. We hebben hem! In 2022 was de NUM voor schutterij Sint-Martinus, uit Bor. Zeg je Bor? Ja, goed zo. Bor. Ja, ja. Robert God bewaakt de NUM. En dicht bewaar ze hem toes? Nee. Ik bewaar hem niet toes. Waar dan? Dat kan ik helaas niet vertellen. Ja, je zag toch wel kijken achter de scherm. Chic ding, hè, de NUM. Ja, dan kent ze me goed winnen dit jaar, dank je. Maar dan zou ik wel nog even oefenen. Speciaal voor die hebben we een aantal tips. Dit zien Luke en John. Ze schoten vorig jaar mei. In 4 stappen leggen Luke en John uit wie ze moet schieten. Stap 1. Wat ik begin is dat voor onder de buks gaan staan. Belangrijk is dat ze een goede spreidstand hebben. Nou, dat moet nog wel lukken. Op naar de volgende stap. Voordat ze een kogel in de luip wordt gedaan door de buksmeester, kieken we altijd eerst naar de mevrouw Aaf kieken in de buks. Luke demonstreert het heenig even voor Ros. Hij kijkt of hij in de bereikstijd van het bulken. En is dat zo, dan zit er nou heel zachtjes ja wat we niet kunnen huren. Maar dan werd de buksmeester het stiet voor de volgende stap. Namelijk de kogel in de kamer van de buks stoppen. Nou, op het moment dat de shutter gekeken heeft naar de zon, de wind, stuit comfortabel en stevig onder de buks. Ja, dan is er eigenlijk nog maar één ding en dat is shitten. Heb je het niet goed gezien? Dan pakken we de herhaling even erbij. Ja, kijk. Het bulken is de raaf. Zo simpel is het. Zo simpel lijkt het. En als ze dan een echte pro wil zweuren, dan hebben we voor ogen een fantastische OLS-app. Dus ik zou zeggen, download hem en cheat hem maar. Ja, ik heb hem.